Ik heb op 13 oktober 2006 een arbeidsongeluk gehad, waardoor ik verlamd ben geraakt. Dit ongeluk is voorgevallen door het inhangen van een bekistingselement, wat niet helemaal goed is gegaan, waardoor de wand is losgekomen en is omgevallen en op mijn rug is terechtgekomen. Daarbij zijn mijn toricale 11 en toricale 12 totaal verbrijzeld en verdwenen. Dus ik ben nu verlamd vanaf die hoogte. Alleen mijn gevoelsgrens zit op toricale 4, 5. Dit is permanent, dat zal ik nooit meer veranderen. In het begin dat ik net in het ziekenhuis lag en coma had, heeft mijn moeder een letseladvocaat in handen genomen. In het begin had ik daar helemaal geen verstand van, dacht ik dat het goed was en dat het goed liep. Naarmate het jaar vorderde kwamen we er eigenlijk achter, werd mij min of meer medegedeeld dat hetgene wat ik nu aan voorschot had gehad, wat zo'n kleine 100.000 euro was, eigenlijk wel het maximale was wat ik nog zou kunnen krijgen. En dat ik het daar maar mee moest doen. Nou ja, ik vond dat een beetje raar en ben verder gaan onderzoeken of dat zo was. Toen ben ik via een kennis bij de heer Joosten uitgekomen. Die heb ik benaderd, het hele verhaal uitgelegd en die was min of meer toch wel heel erg verbaasd dat de zaak op zo'n manier was afgehandeld en hij wilde de zaak met beide handen aanpakken. En daar ben ik heel blij om dat hij dat dus gedaan heeft, want hij heeft wel bereikt wat ik uiteindelijk dacht te kunnen bereiken. Uiteindelijk hebben we vorig jaar, eind december, een akkoord bereikt. En met dat akkoord kan ik wel zeggen dat ik in ieder geval voldoende heb om de rest van mijn leven mee door te komen. En ja, dat ik daar zeer tevreden mee ben om wat eruit gekomen is. Dus ik denk dat ik daar wel heel content ben en dat ik dat toch wel degelijk aan de heer Joosten te danken heb.